Spirit FM 90.5. No, 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 November, Sammy. Go, 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 business. Wat het die volgende woorde met mekaar gemeen? Boerkaaiing, koekmakranka, koesuster en koeksuster. Al die woorde het op een of ander manier iets met daar die oer-Suid-Afrikaanse lekkernij, die koeksuster, te maak. Ek praat hier van die koeksuster met die kolliekie i, dis hoe dit opgetekend staan in die AWS, die Afrikaanse woordelijst, in spelreels. So koeksuster, die een moet een bakkie i, hy kom nie baie algemeen voor nie, al is dit een wisselvorm van koeksuster moet een kolliekie i. Maar die rechte ene eindelijk is koeksuster moet een kolliekie i. Nou, hoekom sister en nie suster nie? Wel, as jy daai ijskoue deeg, onthou, koeksusters maak jy vroeg in die oggend, voor dit warm word. So as jy daai ijskoue deeg in die vuur warm olie gooi, moet dit sis. Een koeksuster is dus een koekie wat gemaakt word deur deeg te laat sis. Dis een sister en nie een suster nie. Terug na ons lysie woorde. Wat het koeksuster met koeksuster te maak? Die een dus met net 1 k en die ander een met 2 k's. Nou wel, eintlik het hulle niks met mekaar te maak nie. Ten spyte van die feit dat die Afrikaanse woordelys en spelreels hulle foutiewelik aandui, waar 'n koeksuster daai gevlegte goudbruin en stroperige lekker ding is, is 'n koeksuster 'n speserijagtige oliebol wat in klapper gerol word en meestal vir ontbyt geëet word. Dis typies van die Weskaap, spesifiek van die Kaap-Maleise gemeenskap. Nou daai koe en koesuster het hoogstwaarschijnlijk 'n ander herkomst as die koek van koeksuster. In Maleis word hulle typiese soethappies, sulke gesoomde klein ryskoekies, koe genoem. En spesifiek as het soet is, koe moe. Die twee oorblywende woorde in ons raaisel is sinonieme vir koeksuster. In die Ooskaap praat hulle soms van koekmakrankas en in Oudtshoornswerd van boerekaaiings. Wat jy hom ook al noem, volgens my is daar net een manier om 'n koeksuster te eet. En dis vars uit die vrieskas saam met vanielieromies. Lekker was nog nooit sleg nie. Groot FM 90.5. No, 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 November, Sammy. Go, 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 go business.